En deze symbolen worden dus genoemd auspicious symbols. Die worden in het boeddhisme en in het Tibetaanse boeddhisme veel gebruikt. Ze staan voor geluk. En ik heb hem dus getekend op mijn raam omdat ik dacht, nou, dit jaar mag mij wel geluk brengen. Mag iedereen geluk brengen. Ik zit met Sandra hier en het is wel bijzonder, want Sandra heeft op de kunstacademie gezeten, heb ik ook op gezeten. Alleen daar kennen we elkaar niet van, maar Sandra is wel kunstenares, iets wat ik altijd soort van geambieerd heb of zo. Of er was iets in mij dat heel erg leuk vond om te schilderen, ik heb dat zelf ook nog gedaan. Alleen ik heb nooit mezelf kunnen dwingen om dat ook echt te leren, dat schilderen. Maar Sandra die is daar heel erg goed in en die maakt waanzinnig gedetailleerde portretten en schilderingen. Daar gaan we daar natuurlijk ook naar kijken. Dus ik ga met Sandra praten over kunst. Ja. En daarmee ook het leven natuurlijk, want dat is ook kunst. Ja, inderdaad, één grote kunst. Het zit in elkaar verweven. Ja. De kunst komt van binnen dus. Ja, waar alle energie zit en de aandacht. Dus het is in elkaar verweven, ja. Ja, kunst komt van binnen? Is ja, dat, kunst komt van binnen, bij mij wel. Ja? Ja. Het is... Als ik bezig ben met schilderen en tekenen, dan lijkt het net alsof het vanuit mijn tenen komt. Ik ben helemaal in een soort van meditatieve trance. Ja? Dus er kunnen zo uren voorbij gaan zonder dat ik weet wat ik aan het doen ben. Okay. Dus het is voor mij ook wel helend, denk ik. Ik vind ook wel dat... want ik schilder dus boeddha's onder andere, goden, godinnen. En als ik daarmee bezig ben, dan lijkt het net alsof ik me verbind met diegene wat ik aan het maken ben. Of met die god. Mm-hmm. En dat is wel heel speciaal, vind ik zelf. Oh, dat klinkt echt heel erg... Bijzonder, want als ik zelf denk over alles wat ik creëer, zeg maar, dan heb ik de neiging om in mijn gedachten te blijven zitten, zeg maar, dat ik die niet uit kan zetten. Ja, daar wil iemand bij. Ja. Maar ja, dat was altijd mijn gevecht, zeg maar. Als ik dan iets schilderde dat ik meer aan denken was en dat ik dat denken uit wou zetten, omdat ik helemaal op wou gaan in dat proces. Ja, daar heb ik dus niet zoveel last van. Nooit gehad? Is dat Heb ik wel gehad. Ik denk dat ik nou ongeveer in 2004 ben ik afgestudeerd van de academie in Den Bosch. En toen maakte ik heel ander werk als nu. Mm-hmm. Toen maakte ik voornamelijk vrouwenlichamen. En toen was ik heel erg bezig met hoe het eruit moest zien. En het proces. Het was wel heel mooi, want ik heb op een gegeven moment een expositie gehad in Duitsland. Waar, denk ik, werk van mij zichtbaar was van 10 jaar. En dan kon je zo heel mooi de jaren, zeg maar, zien in welke processen je allemaal zat. Ja. En dat vond ik heel gaaf om te zien. Dus de problemen waar je mee rondloopt, zelfreflectie, dat soort dingen. Zag je terug in het werk. Mm-hmm. Maar toen was ik heel erg bezig met uiterlijk. En op een gegeven moment, ik denk een jaar of 6 geleden nu. Iets minder, 5 jaar. Toen dacht ik van, ja, wat wil ik nou eigenlijk allemaal? Want op een gegeven moment merk je toch, de verkoop van mijn werk werd ineens anders. Ik had toen ook nog een kunstuitleen. En op verschillende plekken. Ja. En in 1 jaar, met de recessie, was het allemaal weg. En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? Vind ik het eigenlijk allemaal nog wel leuk? Moet ik nou werk gaan maken voor de verkoop? Meer commerciële gaan denken ook. Ja. En toen ben ik gaan airbrushen. Vond ik heel tof. Mm-hmm. Die om nieuwe technieken leren, daar word ik gewoon helemaal enthousiast van. Ja. Dus ik ben helemaal ingedoken in het airbrushen. Heb ik een cursus gedaan en toen dacht ik, wow, dit is tof. En hier kan ik ook wel commerciële werk mee maken. En er zit een emotie aan vast. Ja? Ja, voel hem. En... Een emotie aan... Aan dat airbrushen werk ik. Want ik heb toen een soort van gedachte gemaakt. Van een soort van, hoe noem je dat?
airbrushen, commercieel werken, dat hoort bij elkaar of zo. Die twee heb ik aan elkaar gelinkt. Mm-hmm. En toen ben ik instrumenten gaan airbrushen. Nou, heel toffe opdrachten heb ik toen gehad. Ik heb echt mooie dingen kunnen maken. En ook in de techniek, zeg maar, kunnen verdiepen. En op een gegeven moment toen heb ik ook heel veel motoren gedaan. Want een vriend van mij die heeft een Harley service bedrijf. En daar kwamen veel opdrachten vandaan. Maar ja, toen merkte ik dat het voornamelijk schedels en vlammen was ik alleen nog maar aan het spuiten. Heel veel strak spuitwerk, heel veel afplakken. Dus dan ben je uren ben je aan het afplakken. Ja. Eén keer sprayen. En dan alle plakken weer af. Ja. En dan, ja. Dus mijn enthousiasme daalde, mijn passie daalde erin. Ik denk, ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, weg met al je spullen, want zolang ik het heb, dan willen mensen iets van me. Dat was mijn gedachte. Dus toen heb ik alles weggedaan. En toen dacht ik van, wat wil ik nou eigenlijk? Heb ik er nog, ik wil er plezier in hebben. Het is mijn passie altijd geweest en dan was het niet meer. Dus toen heb ik een paar jaar zoiets gehad van, nou, laat maar even. Ik ben gewoon aan het werk bij een baas. Mm-hmm. En ik kijk gewoon even wat ik wil, wat er groeit. Misschien wil ik wel helemaal geen kunst meer maken. En het grappige is, toen ik dat had besloten, van het hoeft allemaal niet meer. En ik hoef mijn werk niet te laten zien, ik hoef er geen geld mee te verdienen. Die moed was er toen vanaf. En toen kwam er langzaam zo toch wel weer iets naar boven borrelen. Toen ben ik gaan tekenen. Wat ik voorheen maakte was allemaal heel erg buitenkant. Wat mensen wilden, mooie dingen maken, mooie lijven, lichamen, vrouwen. En toen ben ik voor het eerst eigenlijk werk gaan maken waar ik zelf als hoofdpersoon was. Ik heb ook wel voorbeelden, ik weet niet of je het leuk vindt om te zien. Ja, die kunnen we daar komen kijken. Dat was zeg maar het eerst dat ik dacht van, dit komt van binnen, dit ben ik. Ik ging dan mediteren. Ja, ik heb een hele vrije geest. Ik ben heel beeldend. Dus als ik ga mediteren, dan zie ik van alles. Ik maak van alles mee. Het is net alsof ik Alice in Wonderland rondloop. Ja. En dus dat thema dat op dat moment waar ik mee bezig was, dat kon ik dan downloaden. En dat zag ik dan in beelden. En dat heb ik dus toen getekend. En dat was het eerste moment dat ik dacht van, oh, maar dit connect mij helemaal. Dus zowel ik van binnen, waar ik mee bezig ben, mijn spiritualiteit, mm-hmm, en de creativiteit. Ja. En dat voelde zo fijn. Ja, dat is gaaf. En hiermee omschrijf je gewoon het volledige manifestatieproces gewoon. En dat vind ik zo gaaf aan kunstenaars, dat die dus iets kunnen bedenken en dat vervolgens dus ook kunnen maken. Hè, dat proces van hart, hoofd, handen. Ja. Dat je gewoon met je handen kunt maken. Dat je het met je hoofd kunt bedenken. En dan vervolgens je hart erin stoppen. Maar het gevaar is dan dat je op een gegeven moment misschien iets gaat doen voor het geld. En dan je hart dus verliest, zeg maar. En ik heb echt die break nodig gehad om te beseffen dat het voor mij is het belangrijker dat ik mezelf kan uiten. En dat ik met liefde en plezier maak wat ik maak. Ja. En dat ik absoluut niet meer wil dansen naar wat de maatschappij van mij verwacht. Ja. Want dan komt er een blokkade en dan komt er toch niet uit wat ik allemaal kan. Mm-hmm. En ik voel me er niet lekker bij. Dus waarom zou ik het dan nog doen, denk ik dan? Ja. En ik heb dus een paar jaar... Ja, maar waarom zou je het dan nog doen? Want het is toch niks zo leuk als met je van je hobby je werk maken, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat is ook een proces. Ja. En daar zit ik dus nu middenin. Want ik heb eerst dus die stap gemaakt van, oh, ik kies ervoor om toch kunst te maken, maar dan doe ik het voor mezelf. Ja. En dat proces duurde dan twee jaar, denk ik. En toen dacht ik van, oh, ik vind eigenlijk wat ik nu heb gevonden om mijn spiritualiteit te kanaliseren en dat te uiten en een beeld te geven. Ja. Zo ben ik ook langzaam op de Boeddha's gekomen. Dat geeft me zo'n fijn gevoel, zo'n verbinding met mezelf en mijn omgeving en met het hogere. Ja. En ik denk, ja, hier wil ik meer mee. Dit wil ik wel naar buiten brengen. Ja. Dus ik zit nu in het proces van, dit mag gezien worden en ik mag mezelf laten zien. En ik wil ook andere mensen laten genieten van deze energie. Ja. En hoe is dat proces dan om dat naar buiten te brengen? Dat is dus, daar ben ik dus een beetje voorzichtig in, merk ik. Ja? Omdat ik dus natuurlijk al 14 jaar in het vak zit en een hele tijd dingen heb gemaakt
ja, wat de maatschappij van mij verwachtte. Of ja, wat ik dacht dat de maatschappij van mij verwachtte. En waar ik dus niet volledig mijn hart in heb kunnen leggen. Elke keer met fases. Dit is Poes. Kijk, een keer wat anders als een hond die voorbij komt. Ik heb gekozen voor mezelf. Dit wil ik maken. Hier voel ik me goed bij. En dit wil ik naar buiten brengen. Dus nu ben ik dat ook langzaamaan aan het doen. Ja. En is dat dan nog een proces waarin je dan toch ook weer jezelf tegenkomt op een andere manier? Want het is natuurlijk heel makkelijk om op je kamertje lekker te gaan schilderen. Ja. En je heel erg fijn te voelen. Ja. Maar dan, ja, ergens denk ik van als kunstenaar is het toch ook de bedoeling om met je naar buiten te komen. Ja, want dat gevoel heb ik dus wel ook gehad in die paar jaar dat ik heel erg alleen maar dacht van ik ga dit voor mezelf maken. Ja. Was er toch elke keer wel zo'n soort van drang van, oh, maar ik vind het ook leuk als anderen dit zien. Ja. Dus wat ik toen heb gedaan is het dan op mijn website zetten of op Facebook posten. Ja. En dat was het dan ook. Ja. En ik merk nu van, ja, het mag gewoon gezien worden. Het is gewoon heel bijzonder, vind ik zelf. Ja. Ja. Want jij bent ook in India geweest, hè? Ja. Om deze, dit te leren of om verder te verdiepen? Of wat heb je daar? Ja, ik heb vorig jaar, want ik heb eigenlijk heel veel boeddhistische goden en vooral hindoeïstische goden, heb ik een aantrekkingskracht voor. Mm-hmm. Het voelt voor mij heel natuurlijk om daar mee bezig te zijn. Ik vind de vormen mooi en de kleuren. Dus ik ben al een aantal jaren die goden aan het tekenen. En toen dacht ik van, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet precies hoe het zit. Want er zijn zoveel verschillende verhalen die gaan over die goden. Hoeveel armen moeten ze hebben? Wat zijn de symbolieken die ze bij zich dragen? De kleuren, alles heeft een betekenis. En ik dacht, ik wil eigenlijk wel eens gewoon echt weten wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. En toen een vriendin van mij, die via had ze gehoord dat er in India een art studio is. Waar je dus tankas kan leren schilderen. En tankas gebruiken ze, dat zijn oprolbare schilderijen waar die goden op worden geschilderd. Ja. En toen ik dat zag, dacht ik, oh, dit is mooi. Ja. Dit wil ik ook. Dus ik had er helemaal van tevoren niet over nagedacht. Ik ben gewoon naar die website gaan kijken en ik zag dat ze verschillende soorten cursussen gaven. Dus van één dag tot jaren. Ja. En toen dacht ik, nou, 2-3 maanden kan ik wel vrij regelen. Ja. Dus laat het er maar gewoon doen en niet te veel over nadenken. Het voelt goed. Ja. Ik ga het gewoon avontuur aan. Ja. Dus vol enthousiasme en spanning en alles geregeld. Mijn baas vrijgekregen en alles voorbereid. Mm-hmm. De visum en injecties en alles. En ik ben daar gewoon in mijn eentje naartoe gegaan. Mm-hmm. Kijk, dit symbool heet een auspicious symbol. En er zitten dus 8 verschillende symbolen in. En je begint hier met de vaas. Dan heb je de lotusbloem. De oneindige knot. Dharma-wiel, 2 vissen, een schelp, een parasol en een victory banner. En die blijft er dan op staan of was je die er dan af als je de ramen wast? Deze is gedaan met krijtstift, dus die kun je er inderdaad afwassen. Heel gemakkelijk. En als ik raamtekeningen maak die wat langer mogen blijven, dan doe ik het vaak met acrylstift, want dat hecht iets beter. En dan zou je er met een doekje overheen kunnen wrijven. Maar deze die is non-permanent. Oké, waar gaan we heen? We gaan naar het yogacentrum Tilburg. En daar wil ik jullie graag mijn raamtekeningen laten zien. En een hele mooie muurschildering van Ganesha. Oh ja, Ganesha, dat is eigenlijk wel mijn favoriete hindoe god. Ik ga nou even de deur open. Ja? Ik hoop dat ik nu de auto in kom, zo met dit gevaarte. Yes. Is het stuur? Het stuur maakt krasgeluiden. Hoop ik dat de deur open. Boven zie je al van binnen is hij net wat kun je hem wat beter zien, de kleuren en dergelijke.
Maar zitten hier ook die verhoudingen in? Nee, deze is dus ook nog voordat ik naar India ben gegaan. Dus de volgende die zal wel weer kloppen. En er is nog een andere tekening waar we naar gaan kijken en daar kloppen de verhoudingen wel. Oké. Hier zie je de muurschildering van Ganesha. Deze die heb ik opgezet vooral met goud. Dus de basis is goud. En ik wilde ook voornamelijk dat de lijntekening zichtbaar was. Dus het is eigenlijk meer een tekening. Dit is die mijn Shiva. De oorsprong komt uit Shiva's haar, van de bekende rivier de Ganges uit India. Shiva is de god van de destroyer, zeg maar. Hij zorgt ervoor dat er obstakels verdwijnen, dus eigenlijk deuren sluiten en nieuwe deuren opengaan. Negativiteit en slechte dingen is niet altijd zo slecht. Het is ook maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. Wat is jouw manier van denken? Hou je jezelf klein en negatief of zie je een mogelijkheid, een nieuwe deur, een opening? Ja, het is altijd zoeken naar het zilveren randje dan. Ja. Ja. Het gouden randje. Het gouden randje. Nee, weet ik niet, maar ik hou gewoon van goud. Ja, het gouden randje dan. Dit zijn de tekeningen die ik heb gemaakt in India. Ja? We zijn begonnen met het Boeddha-hoofd. Dat is ook de eerste stap die je zet. Om kennis te maken met de vormen. En ook een grotere variant. Mm-hmm. Zodat je eerst de grote lijnen kan. En nagelang dat beter gaat, ga je naar steeds fijnere tekeningen. Nou, dit ziet er bijna wiskundig uit, joh. Dat laat weinig over voor de eigen creativiteit, zou ik bijna zeggen. Ja, dat is in principe eigenlijk wel. Het is echt de bedoeling dat je hem zo goed mogelijk kopieert. Oké. Okay. Ja, en daarom heb je dat grid. Dus als je een schilderij of een tekening wil maken met 1000 boeddha's, dat ook die boeddha's allemaal hetzelfde zijn. Daarom begin je met een grid. Dat zorgt dan dat je in zo'n meditatieve staat kunt komen tijdens dat schilderen. Ja, zeker weten. Juist omdat je heel geconcentreerd bezig bent en precies ziet wat je moet doen. Hoef je dus ook niet na te denken van, wat vinden anderen hiervan en klopt dit wel? Dus dat soort vragen, je verdwijnt gewoon in het nu-moment. Ja. Ja. Dit is Mahakala. Mahakala is een Dharma protector. Hij is de bescherming van de Dharma, bescherming van de boeddhistische leer. Ja. En wat je hier ziet, ik heb ook aan de bovenkant een draak getekend. Die draak die heb ik eigenlijk gezien in een meditatie, genaamd Numbla. En die heb ik gecombineerd, omdat ze voor mij wel dezelfde energie met zich meedragen. En wat ik dus altijd doe, is dus ik maak eerst een schets. En die zet ik dan over op doek, ja, om uiteindelijk te schilderen. En dat heb ik dus gedaan bij deze. Wat ik dus ook heel graag doe, is mandala's maken op een bepaald thema. Ja. Wat ik dus bijvoorbeeld heb gedaan, is voor een bedrijf in natuurgeneeskundige, daar heb ik een mandala voor ontwikkeld met het logo in het centrum, ja, als basis. En eigenlijk gewoon de activiteiten die zij doet in haar bedrijf, die heb ik vormgegeven in beeld. Zoals je hier kan zien, is in het midden haar logo. En dan heb ik de lemniscaat eromheen gezet, haar helende handen, want ze geeft ook healingen. En ze werkt met kinderen, die zie je hier ook terug. Die zit hier in een randje. Ja, oh ja. Twee kindjes. Ja. Voor jouw vrouw, voor het bedrijf van Stargazer, heb ik een mandala gemaakt. Oh, oké. Okay. Dan ben ik heel nieuwsgierig. Ja, ik zag het logo daar al liggen, dus, maar wat ligt daar om? Wauw! Dit is hem geworden. Wauw. Dus dan zie je in het midden heb ik dus het logo gebruikt. Ja. En de rand eromheen, dat zijn de ascendanten zon en de maan van Patty. Ja. En de rand daaromheen zijn de sterrenbeelden. Mm-hmm. En Vesta heb ik gebruikt. Dat is een symbooltje van een vee met een vlammetje. Dat heeft ze dus gebruikt voor haar logo. Ja, ja. Ik heb het logo gemaakt, even voor de duidelijkheid. Ja. Het begonnen, zeg maar, bij Vesta. Dus ik heb hem ook echt hierin terug laten komen. En de vlammen van Vesta, die zitten in de buitenrand. Dat was me niet opgevallen, maar nu je het zo uitlegt. Ja, dit is gaaf. Ik vind het heel mooi. Ja, en de jouw symboliek. Jouw bedrijf in beeld.
En dus, ja, jouw bedrijf in beeld en de symboliek die je daar dan allemaal nog in verwerkt, ja, dat maakt het nog veel bijzonderder. Ja, dit is echt heel erg mooi. Ik vond het een hele leuke dag. En ik ben ontzettend onder de indruk van alles wat je schildert en tekent. En het detail en de aandacht die daarin is gegaan, die spat er vanaf, zou ik bijna willen zeggen. Maar het geeft ook een enorme rust. Als mensen nou iets bij jou willen doen, een workshop volgen of een muurtekening willen laten maken, waar kunnen ze dan terecht? Mensen kunnen terecht op mijn website www.sandraart.nl of www.sandraart.com. En daar kun je dus informatie over mij terugvinden, het werk wat ik heb gemaakt. En daar zal ik binnenkort ook aangeven welke workshops en cursussen je kan volgen. Zodat je... Het is namelijk op een andere locatie, verschillende locaties. Dus dan kun je via de link jezelf aanmelden. Oké, heb je ook nog een Facebookpagina of zo? Ik heb ook nog een Facebookpagina. Ja. Dat weet ik dan, want ik volg Sandra. Ja. Wat erg leuk is, want dan zie je af en toe van, dat ze iets aan het tekenen of aan het schilderen is. Ja, die hou ik ook wel up-to-date, dus dan regelmatig zet ik wel neer wat ik aan het doen ben. Ja. En dat komt dan uiteindelijk ook op mijn website. Op mijn website is trouwens ook misschien leuk voor degene die willen weten wat ik in India heb gedaan. Daar heb ik een blog geschreven. En in dat blog kun je dus lezen wat mijn ervaringen waren, hoe ik me voelde, wat ik heb gedaan. Dus het is misschien ook leuk om even te kijken. Oké, die heb ik nog niet gelezen. Ik dank jou heel hartelijk voor je, dat klinkt ook een beetje suf, ik dank je heel hartelijk. Ik vond het echt waanzinnig gaaf. Ik heb die tekening al op internet gezien, dus foto's, maar dit is toch echt iets anders als je het live ziet. Dus ik vond het heel erg leuk om je... beter heb te leren kennen via je tekeningen. Nou, ik ben jou heel dankbaar voor deze video. Super leuk. Het is voor mij de eerste keer om het echt zo te delen. Okay. Op deze manier. En ik vind het echt heel erg fijn. Dankjewel. Nou, dan ga ik er een mooie video van maken. Yay! En ik hoop jullie ook weer te zien bij de volgende video. Doei! Doei! Opmaken waarbij je man en vrouw combineert. Mm-hmm. Dit is Art Narishwara, maar die is beter bekend als Shakti Shiva. Dus die bestaat voor de helft uit Shiva en voor de helft uit Parvati. Mm-hmm.